De jongen was betrokken bij een vechtpartij bij een huis van een Marokkaans-Nederlands gezin aan de Noorderpalen op Urk. Zeker 100 Urker jongeren verzamelden zich vervolgens bij het huis. Enkele jongeren gingen naar binnen. Volgens de rechter is bewezen dat de 14-jarige jongen de moeder van het gezin heeft mishandeld. De politie controleerde na het incident dagenlang de toegangswegen naar Urk, omdat landelijk werd opgeroepen wraak te nemen. In de zaak zijn nog twee verdachten. Twee mannen van 18 en 21 moeten zich woensdag verantwoorden voor de rechter.